kan heel goed. Dus het is helemaal geen enkel probleem om dat te veranderen. Het kunstwerk Novio Magus op de Nijmeegse Wouwkade moet worden verplaatst. Zo vindt de initiatiefneemster van een petitie. Ik ben die petitie gestart omdat ik op een gegeven moment hier kwam wandelen. En toen zag ik dat beeld gewoon maar voor de helft zichtbaar was. De onderste helft is gewoon weg. En het is toch echt een beeld waar je omheen moet lopen. Maar nu is het eigenlijk maar aan één kant zichtbaar. En aan de andere kant moet je een bootje huren om er omheen te kunnen varen. Nou, dat doe je niet zo vaak. Het werk verwijst naar het Romeinse verleden van de stad. Het zijn eigenlijk drie hele grote palen, 9 meter hoog. Maar die zijn zo scheef gezet dat het Romeinse cijfers voorstellen. Dus als je er omheen loopt, dan kun je dus een 9 zien en een 11 zien en een 4 zien en een 6 zien. En dat is gewoon heel erg leuk, maar dan moet je er wel omheen kunnen lopen. Voor de herindeling van de Wouwkade stond het kunstwerk op een andere plek. Daar kwam het beter tot zijn recht. En dan kon je dus, als je van de Lindenbergtrappen afkwam, kon je het dus al goed zien. En als je helemaal daar stond, kon je het zien. En als je daar stond, het was aan alle kanten heel goed zichtbaar. En als je nu daarin staat, dan zie je het niet tussen al die palen en lantaarnpalen en huisjes en dingetjes. En als je hier staat, dan zie je de onderste helft niet. En als je daar staat, dan kun je het dan nog wel zien. Maar ja, je kunt er niet meer omheen lopen, dus... Het is gewoon van zijn betekenis ontdaan eigenlijk. Dus als het dan in het water staat bij hoog water, en dan kan zo'n landschapsarchitect wel zeggen, kijk eens hoe mooi het spiegelt in het water. Maar als die kunstenaar een beeld had willen maken wat spiegelt in het water, dan had hij een heel ander beeld gemaakt. Er is al nagedacht over een nieuwe locatie. Daar zou het heel goed kunnen. En dan zegt die landschapsarchitect zegt, ja, maar dat is een trottoir, een voetpad. Maar dan kun je dit gras ietsje smaller maken. Of ietsje verkleinen. En dan is daar plek genoeg voor dat beeld. En dan kun je het aan alle kanten weer heel goed zien. De kunstenaar zelf was akkoord met de verplaatsing bij de herinrichting van de kade. Maar is niet tevreden met het eindresultaat. Nou, de kunstenaar die heeft dus tekeningen gekregen van de situatie zoals het zou gaan worden. En daar is hij mee akkoord gegaan. Maar toen ik hem een foto stuurde van waar het stond, zei hij, nou, ik heb gewoon nooit beseft dat die plek zo krap was. En toen later stuurde ik hem een foto dat het onder water stond. En toen zei hij, ja, het is gewoon een hele slechte plek. Dus ja, die man is 82. En hij is akkoord gegaan met een tekening die hij gekregen heeft. En daar heeft hij gewoon niet op gezien dat het niet alleen heel krap was, maar ook nog een aantal meters naar beneden is gezet. De petitie is inmiddels door een paar honderd mensen ondertekend. Er zijn heel veel kunstenaars ook, maar ook heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in kunst. En ik hoop op een gegeven moment zo'n bult mensen te hebben, dat ik daarmee naar de gemeente kan stappen en zeggen, kijk, al deze mensen willen graag dat het beeld verplaatst wordt. Al deze mensen vinden dat het niet goed is.